Sinds 2 februari is Boksel een horecagelegenheid rijker. L7. Patrick, je bent sinds 2 februari open. Hoe gaat het? Nou, so far so good. De spits is eraf. We hebben de tweede een kleine opening gehad, een soft opening voor het personeel zelf. En gisteravond met name is het heel goed verlopen. Dat is alweer de tweede avond. We zijn nog niet volledig open. We zijn open naar gelang we personeel hebben. Om te zorgen wel dat de ervaring voor iedereen goed blijft. Oké. Ik neem aan dat je niet heel avond achter de bar staat. Kun je ons een beetje rondleiden? Ja, dat gaan we doen. L7. Waar komt de naam vandaan? Nou, de naam ligt eigenlijk achter ons. De basis daarvan. Het Lions Fan. Dus we hebben er lang over nagedacht, maar het antwoord lag letterlijk in het water. Want als ik L7 anders uitspreek... Nou, als je een paar letters weglaat, dan staat er L7. En ja, dat is dan toch mooier om het Engels te laten klinken, toch? Ja, dat is een mooie naam, ja. Als ik zo eens een beetje rondkijk, is het interieur best wel een beetje modern, best wel een beetje chic. Ja, betekent chic en gedurfd. Ja, gedurfd. Betekent dat dat je mikt op het jongere publiek? Nee, niet per se. We mikken ons op het hele brede publiek eigenlijk juist. Bij een beachclub hoort juist die ruime setting. En we hebben hier ook de ruimtes om dat verschil te maken. We hebben een wat chique restaurantgedeelte. We staan hier een beetje een bistro-achtige setting. En ook buiten is dat op vergelijkbare manier in te richten. Ja. En tot aan de beachclub toe, hè, dus dat je echt met je voetjes in het zand zit. Ja, want je zegt al beachclub, dan denk ik nou, in de winter is het dicht. Ja, klopt. Het is ook heel moeilijk om een goede overkoepelende naam te vinden. Uiteindelijk, als je L7 weet, dan weet je genoeg. Straks hoeft er die toevoeging niet meer bij. Als je er een keer geweest bent, dan weet je waar je kunt verwachten. Maar voor de duidelijkheid, je bent gewoon in de winter open? Wij zijn zeker in de winter open. Maar het zal minder comfortabel zijn op het terras. We staan hier best op een historische plek. Wie heeft hier niet gezwommen in het Leidsven of geschaatst op de Leidsven? Ja, dat klopt. Ik het nog net niet. Oh. Of net niet meer. Mijn ouders wel. En we hebben ook nog prachtige foto's en herinneringen aan wat het vroeger was. Hier recht tegenover was het oude zwembad van Boksel. En vorig jaar hebben we hier nog kunnen schaatsen tijdens de bouw. Dus misschien zit er dit jaar nog in. Ja, want dit was ooit restaurant Molenwijk, toch? Dit was restaurant Molenwijk. Daarvoor het park heet Molenwijk omdat er oude papiermolens hebben gestaan. Daar heeft ze naam aan te danken. En later is er een paviljoen gekomen. Met ook oorspronkelijk nog een danspaviljoen. En veel mensen herkennen natuurlijk ook nog het minigolfbaantje wat ernaast gelegen heeft. Dus inderdaad mooie herinneringen aan het park. Time to celebrate life in oase en met niets te vergelijken. Ja. Daar zijn er al uitspraken. Ja, we zijn gelegen in een hele mooie oase. Een prachtig stukje Boksel. Kijk hier om je heen hoe mooi het hier is en hoe rustig. Parkachtige omgeving. Wij proberen een beetje alle zintuigen te strelen. Dus niet alleen de smaakpapillen, maar ook de mooie dingen in het leven zien en aanschouwen. Ja. Onze audio-video-installatie is daar een belangrijk onderdeel van. Waardoor we eigenlijk door het hele gebouw die communicatie of muziek. Er hangen overal schermen. En als ik schermen zeg, bedoel ik ook schermen. Ja, de schermen zijn groot. Je hoeft hier ook niet te rommelen met een beamertje om een goede presentatie te kunnen geven. Je kunt je voorstellen als er een band optreedt. Dus tegenwoordig is video een belangrijk onderdeel naast het geluid. Dus je kunt ook veel beeldondersteuning geven en dat is natuurlijk wel zo prettig. In hoeverre heeft nou corona roet in het eten gegooid? Nou, best wel een beetje. Vooral de onzekerheid. Wanneer kunnen we nou eindelijk van start? Het heeft ons van de andere kant ook wat tijd gegund om die laatste afweging te doen. We zijn hier anderhalf jaar grondig aan het verbouwen geweest. Op zich heel knap om het in die korte periode te doen. Veel sneller was het ons ook niet gelukt. Beach Club, het woord club, lijkt wel alsof je lid zou moeten zijn. Ik begrijp het, we zitten tussen de clubs, maar dit is een club waar je geen lid van hoeft te zijn. En wij zijn voor iedereen toegankelijk, dus alle mensen zijn welkom.